Als het, wou u iets vragen, mevrouw Van Borselen? Als het dus allemaal niet om Gabriel is, mevrouw. U hield toch van hem, sorry. Jawel. Maar hij is ook uitgepakt als een teleurstelling. Maar kan het dan toch zijn misschien, Driekje, dat ik hier kan blijven wonen? Oh nee, geen sprake van. Ik kan jou hier absoluut niet meer hebben. Maar als ik nu ook de Koran ga lezen, me bekeren eventueel... Maak je geen illusies, Aldo. Jij bent sowieso verdoemd. Zou je echt denken? Verdoemd, ja. Aldo, ik ga Karim bellen dat hij je kan halen. Karim? Een Marokkaan. Verpleger in het ziekenhuis waar ik lag met een kapotte kaak. Een paar keer hier geweest, een hele lieve jongen. Hij is verliefd geraakt op Aldo. Vaderfiguur, zegt hij. Karim? Met Van Borselen. Kan jij Aldo komen ophalen om naar die aanleuningwoning te gaan? Hij zit klaar. Komt er zo aan. Dus ik moet hier echt vandaan. Grote God, mijn leven is voorbij. En Karim komt al meteen. Even kijken hoe ik eruit zie. Kan ik helpen, mevrouw? Nu ik niet meer bij Aldo ben. Ik heb het zo nodig, weet u. Ach, mevrouw Van Borselen, u kan goed beschouwd niks. Dat weet u toch zelf heel goed. Ja, mevrouw. Maar je hoort wel, de islam is ook tolerant. U bent niet onverstandig, dat moet gezegd. In de tijd met die tekening, dat was heel clever. Eens kijken, misschien bent u op een andere manier voor iets te gebruiken. Bekeringswerk of zo. Ik ben van huis uit wel een beetje katholiek, sorry. Oh, dat is geen punt. Het christendom is al lang totaal uitgeluld. Tijd voor het gebed. Heer der schepping, de meedogende, de barmhartige, koning van het laatste oordeel. Gij alleen vereren wij en gij alleen smeken wij om bijstand. Leid ons op het rechte pad, het pad van hen die gij hebt begenadigd, niet van hen die uw gramschap hebben gewekt, noch van dezen die hebben gedwaald. Allahu Akbar.